Die we voor u in petto hebben is FC Den Bosch tegen Cambuur Leeuwarden. Dat is de nummer 6 tegen de nummer 15. En eerder in deze competitie werd het 2-1 voor Den Bosch, in Leeuwarden dus. En daarmee pakten de Bossenaren de eerste periodetitel van dit seizoen. Vorige week nog verziekte de ploeg van Theo Bos, want zo mag je het wel een beetje noemen, het feestje van FC Zwolle. In die wedstrijd tussen Den Bosch en Zwolle werd het 2-2 en daarmee greep Zwolle net naast de vijfde periodetitel. En ook Cambuur was vorige week spelbreker. De Vriezen hielden FC Dordrecht van de periodetitel af door in eigen huis Dordt met 4-2 te verslaan. In de opstelling van Den Bosch keert Van den Berg terug van een schorsing. Hij vormt samen met Ten Heuf het centrale verdedigingsduo. En de Rijmaker zit daardoor op de bank. Op het middenveld krijgt Haamhouts de voorkeur boven Luiten. Cambuur mist middenvelder Hooiboer en clubtopscorer Ketting. Beide zijn geschorst. Katipana speelt daardoor linksback. Op de plaats van Ketting speelt Barakat, waardoor Herder links op het middenveld begint. De commentator is Ron de Rijk. Een periodetitel heeft Den Bosch al op zak, dus het is nu een zaak van punten blijven halen om zo hoog mogelijk te eindigen. Peters, de linkervleugelverdediger op Leurling. Leurling krijgt een gooi en Peters heeft de bal terug. En die stuurt vervolgens Bechel weg. Het is de 13e minuut. De hoek is lastig en Van der Vlag, de doelman van Cambuur, staat goed. De eerste mogelijkheid voor de thuisclub in De Vliert. Opnieuw Den Bosch, nu via Haamhouts en De Moerje. Die wacht. Aan wie kan hij de bal kwijt? Hij kan hem kwijt aan Leurling. Leurling omzeilt een tegenstander en ziet zijn schot van richting veranderd langs gaan. En dat is kans nummer 2. Het zijn niet echt grote kansen. Schouwenaar, de man die verantwoordelijk is sinds het vertrek van Roy Wesseling bij Cambuur. Maar Den Bosch is wel de beste van de twee. Het is sterker. Een counter voor Cambuur. Via Mulders. Die komt naar binnen. Die kreeg de bal van Hogeveen, maar die bezorgt de bal bij de Bosse doelman. Bij Maanpa. Beekmans. Onderuit gaat door Mulders. De aanvoerder van de Bos loopt weg. Ten Heuvel die neemt de vrije trap heel erg snel en die vindt bovendien De Moerje. Van der Vlag twijfelt. Dat moet je niet doen als keeper. En de Bos staat voor. En een speciale vermelding voor Arturo Ten Heuvel. Let op de snelle manier waarop hij de vrije trap neemt. Maar de bal is niet alleen snel genomen. Hij is ook voortreffelijk geplaatst in de linker van De Moerje. En de thuisclub staat voor. De slotfase van de eerste helft. Cambuur via Mulders en de paal. En zo dicht is Cambuur nog niet geweest bij een goal. Opnieuw de Friese ploeg. Daar gaat Hogeveen. Die botst op Maanpa, houdt wel balbezit, moet dan uitwijken naar de zijkant van het doel. En vindt uiteindelijk Herder, maar die trapt de bal ver over. En pas in de laatste 10 minuten van de eerste helft laat Cambuur zich zien. Rust 1-0. Deze eerste lange bal in de tweede helft komt van de voet van Maguire. Peters, de linkervleugelverdediger, die kan de bal binnenhouden. Het is het begin van de tweede helft, De Moerje. Geen buitenspel, goede controle en een prachtig goal. En het staat 2-0 voor FC Den Bosch in de vijfde minuut na rust. De voorzet is uitstekend, maar dan nog, dan moet je al spits aan de bak. En dat doet De Moerje perfect. Prima goal, zijn tweede van de avond. Leurling. Daar komt Bechan. Bechan, vlak na 2-0 is het geen 3-0. Hij in de beginfase van de eerste helft erg sterk en nu ook in de beginfase na rust. Naarmate de tweede helft langer duurt, begint Cambuur iets aan te zetten. Van Rooyen, die krijgt de bal met een gelukje mee, maar schiet hem voorlangs bij Maanpa. Inmiddels de slotfase. Daar is de wacht, die botst op Maanpa. Daar komt Stegenman, een invaller. Met links lukt het niet, met rechts lukt het wel. En 7 minuten voor tijd maakt hij 2-1. Het is verdiend, al was het alleen maar vanwege de spelopvatting van Cambuur dat zich bij 2-0 niet neerlegt bij een nederlaag, maar gewoon op zoek gaat naar zijn eigen goal en die ook vindt. Luiten in de slotminuut van de wedstrijd. Een andere invaller, Van der Biesen. En dat is 3-1 en dat is ook meteen de eindstand. Want de Cambuur goal komt wat aan de late kant. Vlak voor tijd maakt Den Bosch er weer een gaatje van 2 van. Via 2 invallers. Luiten met het paasje, Van der Biesen met de goal. Het